Pipoi. Pipoi. Maar eerst iets anders. Stel u voor dat u alles wat u omringt zou zien. Van atomen tot neuronen, elektronen, stralende lichtfotonen, elektromagnetische golven, dampige zuurstofnevels. Energie. En onder uw voeten, onder de eerste betonlaag van uw huis, ter hoogte van de funderingen, een netwerk van ontzaglijke kilometers schimmel die zich vertakt in een wereldwijd actief web van transformatie. Hou dat vast. U kijkt naar iemand die ik niet meer ben. Ik spreek u toe vanuit een vacuüm waartoe het virus ons verplicht. Tussen het moment waarop ik dit voor u uitspreek en u mijn woorden hoort, zit een onbepaalde tijd. Zullen huidcellen zich vernieuwd hebben, haren gegroeid en wellicht zijn mijn gedachten nu, u nu, elders. De gedeelde tijd die ons in normale omstandigheden zou zijn toebedeeld, is onbestaande. We bevinden ons nu, in een tussenruimte. En daar is alles mogelijk. Pupowi. Koestert u de hoop dat de kanteling van het ene jaar in het andere ook een hernieuwde vrijheid met zich meebrengt? Versoepelingen, een vaccin. Intussen glijdt vergeten tijd langs ons heen. We veronachtzamen in al dat verlangen de tijd die met onze ademhaling samenvalt. Terwijl het leven natuurlijk niets meer is dan een kanteling van het nu in het nu in het nu in het nu. En al de rest is een verhaal. Pipoi. De kracht waarmee schimmels in het donker van de aarde ontspringen. De oorspronkelijke bewoners van Amerika hadden daar een woord voor. Verhalen worden verteld om onze perceptie van de wereld te verankeren, te veranderen misschien, terwijl we ze grotendeels vertellen vanuit wat zichtbaar is voor ons. Waar je een woord voor hebt, daar hecht je belang aan. Pupoi. Altijd zal er een kracht zijn die ontspringt in het donker. Wij zijn transformatie, wij zijn verandering. Het is niet duidelijk waar de ene schimmel ophoudt en de andere begint. Ze tonen ons dat organismes niet altijd een duidelijke grens hebben, hoe graag wij ook in tweeledigheid denken: vroeger, later, beter, slechter, gezond, ongezond, jij, ik, want dat is het verhaal dat wij onszelf vertellen. Elk organisme is meer een proces dan een ding, schrijft Merlin Sheldrake in Verweven Leven over de verborgen wereld van schimmels. Wat we zien, zien we maar op een bepaald moment in zijn continue transformatie. Tussenruimte. Tijden die ons terugplooien op onszelf, angstig maken en eenzaam, leggen misschien net meer dan ooit ons netwerk bloot. Een ecologisch netwerk. Een verstrengeling, een wederzijdse afhankelijkheid. Het maakt ons ziek, maar het zal ons ook genezen. Het is overal. In de documentaire Fantastic Fungi spreekt mycoloog Paul Stamets over hoe gemeenschappen overleven op basis van samenwerking. Hoe evolutie geen kwestie is van het overleven van de sterkste, een hardnekkig misverstand. Maar dat soorten zich aanpassen aan een situatie omwille van het wederzijds belang voor die soorten. Hij zegt: wanneer we het zien, begrijpen we het. Wanneer we het begrijpen, wordt het belangrijk. En als het belangrijk is, zullen we het redden. Wat als u alles wat u omringt zou zien? Pipoi. Het zit in onze longen, onze weefsels. Het vertelt ons een verhaal dat aan één woord genoeg heeft. Verlang naar licht. Ontspring in de duisternis.